Hallo jongens en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Supply Drop opening video hier. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik heb weer wat Call of Duty points. Dus we gaan wat Supply Drops openmaken. Waar hoop ik op? Het maakt me allemaal gewoon niet meer uit, weet je. Ik zie het vanzelf wel wat er in mijn box zit. En anders heb ik gewoon pech. En de volgende keer misschien wel gewoon meer geluk. Dus we beginnen. We gaan, ik weet niet hoeveel Call of Duty points we op gaan maken. Maar de rest aan crypto keys, die gaan we opmaken. Dus we beginnen alvast. Dus even kijken. Proper good game. Jester, Steeled, Camo, Field, Logos. Nee. Oké, dit is gewoon... Het is dat we 10 crypto key bonus krijgen. Maar het is natuurlijk niet bijzonder wat hierin zit. Maar we geven niet op. Dus we gaan naar de volgende box. Oké, de Warthorn Razorback Camo. Ja, ik ga hem toch niet gebruiken. Maar we hebben nog 5 crypto key bonus. Dus we zullen het zien. We gaan door naar box 3. Oeh, die Firebrand, die vind ik sowieso, die Dingo Camo vind ik sowieso vet. Maar het valt me op dat ik gewoon op de Dingo, ik heb de Sunshine Camo, ik heb de Energeon Camo. Op de Dingo zitten best wel veel vette camo's bij mij, moet ik zeggen. Ja, deze camo's, daar heb je natuurlijk niet veel aan. Dan krijgen we natuurlijk wel Cryptoki bonus 5, maar dat schiet natuurlijk niet op. Dus we gaan door naar de volgende. Oké, Reaper Body Team. Volgens mij had ik die al, dat durf ik niet te zeggen. Het valt me echt op dat we wel veel saaie camo's krijgen. Gewoon van die common camo's. Maar we geven niet op. We gaan naar de volgende box door. Royal Manowar Camo. Executioner Ballistic. Variant voor de Legendary. Haptic Dragon Camo. Die Haptic Camo die heb ik ook. Die heb ik ook en die vind ik sowieso vet. Die staat op een VMP. Ik vind die wel echt mooi, die camo. Maar ja, ik ga toch niet met de Dragon spelen zo snel. Dus. Maar niet te vergeten, we hebben 10 Cryptoki bonus. Dus dat houdt in dat we sowieso met de Cryptokies die we nu hebben, sowieso 2 extra boxen open kunnen maken. Maar we gaan er nog een paar met de Cold Points openmaken. En dan gaan we natuurlijk ook nog burnen. Dus we geven niet op. Inferno Gorgon Camo, Spartan Deco Common en Nunchokes Nomen Good Game Jester. Oké, 5 Cryptoki bonus. En ga door naar de volgende. En een GM Blackstone Camo, de Haptic Camo en de Storm Camo. De Storm Camo die heb ik ook op mijn QDA staan daar. Ik vond die echt super vet toen ik die had gekregen. Ik was toen echt blij. Maar dat was het hele begin. Maar het blijft sowieso een mooie camo. De volgende. Oké, map. Nee, helaas. Ik vind het valt tot nu toe nog tegen. Maar we moeten gewoon blij zijn met wat we krijgen. Ik hoop dan op zijn minst wel op een vette calling card. 9. Nog eentje openmaken. Mono Goose Goede Grip variant. Hallucination. Die blijft sowieso vet. De Sky Rune Body Team vind ik ook heel vet. En we maken er gewoon nog 2 open. Met de Cold Points. Hij wil niet heel veel geven. Het valt heel erg tegen. Maar we maken er eentje open. En eentje hoeft maar genoeg te zijn. 9. Oké, dus wat houdt dat in? Wat hebben we sowieso nu gekregen? Niet echt wat bijzonders. Er komen heel veel common uit. Dus het valt echt heel erg tegen. Maar we mogen niet zeuren. We kunnen er nog een paar openmaken. En ik denk dat het handig is om eerst eventjes te burnen. Zodat we eerst even kijken hoeveel we in ieder geval kunnen burnen. Kijk, 10 common, 3 rare legend, 1 epic. 131. We kunnen er weer wat openmaken. Dus we gaan er weer een paar openmaken. Maar dan met de crypto keys. En wat krijgen we? Oeh, die Spectre Head Team. Die Darkstar, die vind ik sowieso echt heel vet. Dit lijkt meer ergens op. En op de KM262 hebben we ook de Haptic Camo. En kijk, en die Rare, die boxing, die Jesters, die kunnen natuurlijk ook leuk zijn om...
om aan het einde van de game te laten showen. En we hebben 7 cryptokie bonuses. Met de hoop dat we nog wat cryptokies terugkrijgen. Hoop ik in ieder geval dat we nog wel iets vets krijgen. Maar ja, die body team, die head team, die vind ik wel vet. Giant Rune head team. Oeh, kijk, we krijgen nu alleen maar head teams. Die vind ik ook vet. Moet je kijken dan. Die Grabs' Prophet head team, die is ook vet. Laten we gewoon eerlijk zijn. En 3 cryptokey bonus. En we maken er weer een open, want we geven niet op. We worden wel helemaal echt volgeschooid. En weer gewoon een battery head team. Het is gewoon echt head team supplier op opening dit. Maar kijk, die haptic, die hebben we nu echt gewoon al 4-5 keer gehad volgens mij. Gewoon op random wapens. Dus ze zitten echt met die haptic te strooien. Hoppakee, maak er nog eentje open. Inferno, die hadden we net ook gekregen. Ritual, camo, sicko, embleem. Rare embleem hebben we ook gekregen. We kunnen met de crypto keys nog eentje openmaken. Dus ik denk dat we gewoon nu nog eentje openmaken. Dan gaan we burnen in de hoop dat we misschien nog eentje. En we krijgen weer het team. Dus het is gewoon echt het team, het team, het team, het team. Maar dat maakt niet uit. We gaan even burnen. Ik durf niet te zeggen of we nog eentje open kunnen maken. Nee, we kunnen niet eentje openmaken. Maar dat geeft niet. Maar we gaan wel nog eventjes kijken wat we allemaal als laatste hebben gekregen. We hebben heel veel uit de Rare Supply Drops heel veel head teams gehad. En heel veel, superveel camos. En ook gewoon common camos. En de haptic camo hebben we best wel veel gehad. Maar... ja, ik ben sowieso... die headteams die zijn sowieso vet. Laten we gewoon eerlijk zijn. Ik ben er wel blij mee. En ik heb in ieder geval voor volgende week nog wat codpoints staan. Dus dan komt er gewoon weer een supply drop opening. Dus wat hebben we in ieder geval allemaal? Ik heb de Iron Gym. Ik heb de MVP. Ik heb de Slash and Burn. Ik heb de AG40. Ik heb de Iron Gym had ik opgenoemd. Ik heb de Marshall. Ik heb de RSA Interdiction. Ik heb de Skull Splitter. Noem het maar op. Ik mag gewoon niet zeuren. Want ik heb gewoon al een hoop. Dus daar ben ik ook gewoon super blij mee. En ik ben benieuwd. Hebben jullie nog iets vets uit de supply drop opening gehad deze week? Laat het gewoon even weten. Want ik vind het altijd wel leuk om het te horen. Ik heb veel head teams er nu uitgehaald. En ik hoop in ieder geval voor de volgende keer weer op iets vets. Maar dat zullen we dan zien. En voor nu, weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Dag jongens.